Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Farming Simulator 22. Welkom jongens bij de early access van het Vermeer pack. Thanks Giants voor het opsturen van een early access key. Dat wordt natuurlijk zeer gewaardeerd. Mocht je deze DLC ook willen hebben, check het linkje in de beschrijving. En daarmee kun je met mijn code of mijn linkje kun je de game ook aanschaffen. Het werkt ook voor Steam, want hij installeert er namelijk gewoon over je farming in. Dus als je de game op Steam hebt, dat werkt met elke DLC, dan kun jij die gewoon kopen via mijn linkje. Maakt niet uit welke DLC je hebt voor FS22 of FS19. Right. De Vermeer pack komt volgende week dinsdag, of eigenlijk aankomende dinsdag uit. Dat is de 23e. En ik heb een early access key gekregen en ik ga vandaag samen met jullie kijken hoe dit er nou precies uitziet. Nou, we hebben hier ten allereerste, ik zal het eventjes in de shop laten zien. We hebben ten allereerste de Vermeer BPX 9010, een stroverdeler. Daar kun je stro en hooi in doen. De zelfrijdende balenpers, de ZR5 1200. De Vermeer R2800, volgens mij is dit een hark. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij is dit een hark. Dan hebben we nog een balenpers, de 605N. Dan kun je balenpersen van 125 tot 180 centimeter. En we hebben de maaier met 6,3 meter werkbreedte, de TM1410 voor 50.000 euro. Vandaag gaan we dus eens eventjes die dingen bekijken. Laten we allereerst eens eventjes een trekker kopen, dat kan nog wel eens handig zijn. En laten wij de Fansurfer 100 Vario kopen. Zo. En dan nemen we ten allereerste eens eventjes de dinges meer. Eerst wil ik even met jullie ook even het geluid horen van de zelfrijdende balenpers. De binnenkant. Nou, ziet er op zich ook prima uit. Aircootje erin. Nou, dit is dus een zelfrennende balenpers, jongens. Ik heb het nog nooit eerder gezien, dus dat is voor mij ook nieuw. Maar we gaan eerst eens eventjes een stukje maaien. Laten we dat eerst eens even doen. Zo. Dan koppelen we de balenpers aan. Ik stuur momenteel even met WASD. Dan weten jullie dat vast. Van waarom is dat stuur zo raar? Omdat ik nou eventjes geen stuur gebruik. We gaan allereerst eventjes de maaien proberen. Eens even kijken wat die gaat doen. Ik moet eventjes naar het veld toe rijden. En op zich is dit wel een compacte machine als ik dat zo zie hoor. Een hele compacte machine zelfs. Dat is ja, nice. Ik ben benieuwd. Zo. En dan klappen we hem uit en dan gaan we eens even kieken. Veld 45 is met gras. Zo. Oh, hij gaat ook nog zijwaarts ook nog. Oh, daar ben ik niet zo fan van. Maar dat maakt niet uit. Kun je dat nog aanpassen misschien? Ja, je kunt hem draaien, maar je kunt hem niet zeg maar recht draaien. Dat gaat er niet worden. Maar dat maakt niet uit. Hoppakee. De maaier. Dan gaan we even een klein beetje maaien. En dan gaan we even wat kijken of we een beetje balen kunnen persen. Zo. En dan zouden we dus, als we die helemaal naar rechts doen, als het goed is, zouden we dan zo verder kunnen maaien. Zie je dat? Dus dat is daarentegen wel heel erg makkelijk. Dat dan weer wel. Dus je hoeft niet de hele tijd rondjes draaien, maar je kunt dus eigenlijk de maaien helemaal afstellen naar jouw eigen wens. Kijk, en dan gaat hij weer naar de andere kant toe. Zo. Weer omlaag. En dan kun je zo weer verder maaien. Dus dat is in principe, is dat op zich wel heel handig. En op zich, de werkbreedte is ook prima, vind ik. Kijk, het is natuurlijk even wennen, omdat deze natuurlijk een beetje scheef gaat. Zo. Hup, en dan kunnen we weer omlaag doen. En dan ben je toch op zich ben je wel redelijk vlot met het maaien van gras. Dus dat is op zich niet zo heel
heel moeilijk. Alleen het is even wennen omdat hij natuurlijk scheef staat. In plaats van recht achter de trekker. Helemaal naar rechts, zo. Hoppakee. En dan maaien we gewoon even dit hele veld. En dan gaan we eens even kijken hoe de balenpers in zijn werk gaat. En als het goed is, moet het ook die hark zijn. Dus dat komt vast wel goed. Zo. Weer naar de andere kant. Ja, ik kom niet zo vaak op deze map, jongens. Dus vandaar dat het af en toe een beetje kan lagen, omdat hij alles moet inladen. Zo. Vermeer. Zo. Mag die weer omlaag. Nou, dan hebben we in ieder geval het veld gemaaid met een Vermeer maaien. Op zich, ja, ik ben er wel tevreden over. Hoppakee. Dan koppelen we hem hier eventjes af. Dan klappen we hem in, dan koppelen we hem hier af en dan halen we even de hark op. En dan gaan we het zooitje maaien, of harken. Nou, hier hebben we de hark en ja, op zich, dit is ook net als de maaien, een heel compact apparaat. Hij is misschien wel een beetje lang, maar op zich maakt dat denk ik nog niet zo heel veel uit. En we klappen hem eens uit, even kijken wat hij gaat doen. Even kijken, kun je deze nog aanpassen? Je kunt hem dichter naar elkaar toe doen of verder uit elkaar. En dan gaan we eens even kijken wat hij doet. Dan zetten we hem eens aan. Een aparte hark trouwens. Is dit misschien de modernere versie van de Acrobaat? Ik denk het wel. Omlaag denk ik. En omhoog. En eens even kijken wat hij doet. Nou, ik moet zeggen. Hij doet hartstikke mooi zijn werk. Vind ik zelf. Ik vond die maaien vond ik op zich ook wel wat. Omdat die, de werkbreedte vond ik in principe... De werkbreedte was prima. Want ja, ik speel natuurlijk niet altijd op hele grote velden. Maar kijk hoe scherp je kan sturen met dat ding, joh. Zo. Dan hoop ik natuurlijk wel dat we dat natuurlijk balen uit krijgen. Dat is natuurlijk wel even een dingetje. Maar dan weet ik in ieder geval een beetje hoe het werkt. Dat is dan wel weer prettig. Maar ik vind dat best een aparte combinatie, zo'n hak. Maar ik denk dat dit de modernere versie van de Acrobaat moet zijn. Die wij zelf gebruiken. Die oudere, zeg maar. Zo. Ja, dat is eigenlijk 3 à 4 keer op en neer en je bent klaar. En de werkbreedte ook van deze hark is voor mij doen ruim voldoende. Ruim voldoende. Hij is groot zat, breed zat. Dus op zich. En je kunt er heel scherp mee sturen zoals je kunt zien. Even een beetje recht neerzetten. Zo. En gas met het apparaat. Hoppakee. Nou, het harken is klaar. Dus dit veld is klaar om geperst te worden. We gaan eerst met de zelfrijdende balenpers aan de gang. Want daar ben ik meer benieuwd naar dan eigenlijk die andere. Want ja, dat kennen we natuurlijk wel. En een zelfrijdende is toch wel een ander dingetje. Zo. Ga eens even kijken hoe dit ding werkt. Je kunt balen vermaken van 125. 150, 180. Dus op zich. En voor mij zijn het ronde balen. Geen vierkante balen, maar ronde balen. Laten wij met kleine balen beginnen, want ik kan het nog een beetje zien. Dit ding rijdt 50 km per uur, jongens. Een zelfrijdende balenpers. 50 km per uur. Ik vind het mooi. Zwaailampje zit erop. Zoals je kunt zien.
Ja, grappig. Alleen wat ik daar nog wel heel graag had willen zien, is dat je zelf de toon moet bijvullen. Dat is wel wat ik mis. Dat je zelf de touwen en zo moet bijvullen. Dat was ook wel leuk geweest. Maar ja, helaas. Het zij zo. Maar het is dus eigenlijk, moet hem nog uitklappen? Nee, je hoeft hem niet uit te klappen. Je hoeft hem echt alleen naar beneden te doen. Aan te zetten. En eroverheen te rijden. Denk ik. Ik denk het wel. En dan rij je zo, ga je balen persen. Die animaties zien er ook hartstikke mooi uit. En dan komt de eerste bal, komt eraan. Ja hoor. Hup, en dan gaat de klep weer dicht. Volgende bal. En dan hier langs. Oh, ik moet wel even wennen met WASD, hè. En deze is ook bijna klaar. Hoppakee. Oh, een beetje lag. Hup, hij poept hem weer uit. En de klep gaat dicht. En dan kan de volgende worden geperst. Dit zijn wel weer van die ielige bandjes. Dat zijn we wel. Maar, ik moet zeggen, ik vind het op zich vind ik een hartstikke mooi apparaat. Ik weet niet hoe duur die was. Voor mij kost hem wel een paar cent. Over de 2 ton, dacht ik. Maar het heeft wel wat. Hup, volgende bal ook weer klaar. Zo. En dan deze. En dan halen we nog eventjes die andere... balenpers op. Je kunt hier geen trailer achter doen, zie ik. Maar dat hoeft ook niet. Zo. Nice. Nou, dan nemen we de trekker mee en halen we die andere balenpers ook nog even op. Nou, voor mij is dit exact dezelfde balenpers wat ook op de zelfrijdende balenpers zit. Deze hoeven we ook niet uit te klappen. We hoeven hem alleen maar aan te zetten en naar beneden te doen. En dan... Press die de balen. Zo. Hop, dat is baal 1. Hoppakee, naar beneden. En dat is baal 1. Maar deze werkt ook prima hoor. Zo, dan even naar die andere zwaarden toe. Zo. Hoppakee. En hier langs. Nice. En dat is er weer in. Ja, ik ben zelf natuurlijk niet altijd een fan van ronde balenpersen, maar op zich, ze werken hartstikke mooi. Ze werken hartstikke mooi. En hebben we alleen nog eventjes die, ja, die stroopblazen. Dat is goed, ja, daar kan alleen hooi in, dus die kunnen we nou niet gebruiken. We kunnen wel op een andere manier gebruiken. Maar dit zijn in ieder geval de hoofddingen, de maaien, de hark, de zelfrijdende balenpers en de losse balenpers. Die werken in principe prima. Dus ik haal nog eventjes de stroopblazer op. Even kijken wat die doet. En dan hebben we eigenlijk de DLC al bekeken. Van hoe het in elkaar zit. Goed, we hebben hier 2 hooibalen. En hier staat ook de grote stroopblazer. Ik weet niet hoe dit werkt. Wat moeten we doen? Ik neem maar dat we eerst dit ding naar beneden moeten doen. Zo. Dan... Doe je uiteraard met de voorlader, leg je hier een baal op, denk ik. Zo. Dan gaat hij denk ik weer naar boven. Kijk, dan kiep je hem er zo in. Hoppakee. Hup, dan ligt hij erin.
Dan kun je nog kiezen voor kiepzijde uitladen of kiepzijde stroopblazen. Dus als wij eens even gaan kijken. Oh, je hebt geen toegang tot dit land. Dat is een beetje lastig. Kijk, dat doet hij dus aan de zijkant, zie je dat? Dan legt hij het hier neer. En als we even een stukje verder gaan. Kiepzijde stroopblazen. Ctrl-I. Kijk, dan doet hij het blazen. Je kunt het dus op de grond gooien, maar je kunt het ook blazen. En dat is een beetje eigenlijk de stroopblazen. En ja, een soort voedingwagen. Zo kun je ze ook voer geven. Of hooi, de koeien. Dus dat is eigenlijk een beetje de vermeerpack, jongens. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Zelf, ik vind de maai vind ik wel super chill. De hark vind ik super chill. Die zelfrijdende balenpers vind ik super chill. Alleen, ja, ik had eigenlijk graag wat meer gezien in de DLC, als ik heel eerlijk ben. Er zijn maar 5 dingen, ik had graag wat meer gezien. Voor mij is het ook niet zo duur, voor mij kost die 5 euro. Dan nog vind ik best veel voor wat je krijgt. Maar goed, het is aan jou of jij de game natuurlijk wil kopen, de DLC. Check het linkje in de beschrijving. Werkt ook op Steam. Heb jij de game op Steam, dan kun je ook via mijn linkje kun je de game, of eigenlijk de DLC, kopen. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. We gaan deze dingen waarschijnlijk vast wel gebruiken in onze komende series. Gaat helemaal goed komen. En nogmaals, Giants, bedankt voor het sturen van de linkje. Thanks, Giants, for inviting me for the early access. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!